Tips van Rob ter Haar voor verstandig leven en gezond blijven met natuurlijke middelen. We hebben ook heel veel vragen in de winkel van mensen die vervelende, lastige mondirritaties hebben. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel verschillende oorzaken voor. Een slecht onderhouden gebit of te veel snoep eten. Snoep eten met allerlei toegevoegde stofjes die het bevorderen om bijvoorbeeld aften in de mond te krijgen. Wat geen veelvuldig voorkomt. En blaasjes in de mond. Ja, dat zijn dingen die bij heel veel jong en oud gewoon eigenlijk voorkomt. Hè. Zeg maar van 3-4 jaar tot 100 jaar. Er zijn oplossingen die al heel oud zijn en die heel effectief werken. De Chinezen die werkten vroeger eigenlijk al met colloïdaal goud en zilver, platina. Nou, zilver is onder andere iets wat dus zeker op zijn plaats is. Als je in de geschiedenis kijkt, werden de legers vroeger bevoorraad met water. Waarvan de tanks gewoon eigenlijk aan de binnenkant een zilver laagje hadden. In Azië wordt er nog steeds veelvuldig mee gewerkt. Hier is men het een soort met aan het herontdekken dat het, deze metalen gewoon eigenlijk in super kleine deeltjes heel effectief kunnen zijn. Er zijn heel veel middelen op de markt gewoon eigenlijk die niet eigenlijk voor consumptie eigenlijk geschikt zijn, omdat de mensen daar letterlijk verkleuringen van kunnen krijgen. Maar wanneer ze goed geproduceerd zijn, zijn ze super klein en dan is het veilig om het op te gebruiken. En natuurlijk kun je ook eens denken gewoon aan als je wat extra vitamine C, of een thyme of salie, kamille. Het zijn allemaal wel dingen die ook wel helpen, maar deze zilverspray bijvoorbeeld, dat zijn dus dingen die wel gebleken zijn in de praktijk meest effectief te zijn. Snel ervan af. Maar je kunt ook voor een diversiteit aan keel- en mondklachten. Want je kunt ook denken gewoon aan gewoon een beetje een pijnlijke of een rauwe keel. Er zijn fabrikanten die daarop gespecialiseerd zijn en die heel geavanceerde vormen van colloïdaal zilver maken. En die kun je gewoon in de mond sprayen, heel veilig. En alleen belangrijk gewoon dat je uit de vele producten die je aangeboden worden, gewoon een goede kwaliteit dus gaat gebruiken. En daarvoor heeft u ook gewoon een goed advies nodig. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Drogisterij Homeopathie Benoordenhout.